Wie van de Kamerleden ik het liefst zou meenemen naar de kerk? Dat is wel een hele mooie vraag. Het liefst zou ik al mijn collega's meenemen naar de kerk, want ik gun het ze allemaal dat ze iets zouden proeven van de liefde en van de genade van Christus. Maar om concreet op deze vraag in te gaan, ik zou mijn GroenLinks-collega Saskia Kluit wel mee willen nemen. En waarom? Nou, omdat ik denk dat ik haar met haar wel een heel goed gesprek zou kunnen hebben na die kerkdienst. Zij schrikt niet terug voor andere meningen. Zij houdt van diversiteit. En we hebben ons vaker hele goede gesprekken met elkaar gehad. Ook over thema's waar wij fundamenteel verschillend over denken. Ik denk aan thema's als abortus of het voltooid leven. Maar ik denk dat zij ook wel ervoor open staat om echt te willen horen: Diederik, waarom is dat geloof voor jou zo belangrijk? En wat is er net gezegd in de kerk? Ja, ik denk dat ik met haar een heel prettig en goed gesprek over zou kunnen hebben na die kerkdienst. Wat zou iedereen over de Heer Jezus moeten weten? Nou, dat is eigenlijk hetzelfde als wat ik over hem mag weten. Namelijk dat bij Christus ieder mens, wat jij ook hebt uitgesproken in je leven, wat je ook allemaal verknoeid hebt en verbroken hebt, dat je bij hem welkom bent. Dat je voor hem mag neerbuigen en dat hij je dan zal omarmen. En dat je door Christus ook welkom bent bij God de Vader. Dat is toch het hart. Het offer wat Christus heeft gebracht aan het kruis voor verloren en voor zondige mensen. Ja, daar moet ik zelf uitleven en mag ik uitleven. En dat gun ik ieder ander mens evenzeer. Wie is mijn favoriete Bijbelpersonage? Dat vind ik best een beetje een lastige. Ik kan me herkennen in een Abraham, die soms, ja, als je hem goed leest, ook best wel eens ver weg was, ook weer in het geloof. En soms lees je ook hele pozen niks in hem, als het gaat om zijn omgang met God en over zijn gebedsleven. Dat geldt ergens ook voor een David, iemand die heel dicht bij God leefde en toch zichzelf ook heel vaak weer heel erg tegenviel, of in zonde viel. Ja, ik denk dat heel veel gelovigen, maar dat geldt ook voor mezelf, zich daar wel in herkennen en dat het ergens ook wel heel moedgevend is dat de Bijbel ook niet voorbij gaat aan die zwarte bladzijde van deze Bijbelheilige, maar dat Gods genade uiteindelijk groter is dan alles wat wij ervan maken. Verder vind ik best heel ingewikkeld om te zeggen welk persoon voor mij nou centraal staat. Van heel veel Bijbelheiligen kunnen we het nodige leren en ja, ik hoop van allemaal iets mee te nemen. Welk Bijbelverhaal raakt mij het meest? Spontaan denk ik aan dat jongetje wat te midden van die hele grote schare rondom de Heer Jezus staat, die twee broden en die vijf visjes bij zich heeft en die zonder enige aarzeling zijn hele pakket, alles wat hij heeft, aan Jezus geeft. Hij denkt dus blijkbaar niet van, ja, dan ben ik alles kwijt. Nee, hij geeft alles weg en daartegenover staat een enorme overvloed van de Heer Jezus. Dat vind ik toch wel iets heel moois. Ja, durf wat op te geven van jezelf en Christus zal dat vermenigvuldigen in overvloed. Dat vind ik een heel aansprekend gedeelte voor mij persoonlijk. Een tekst die mij in het verleden heel erg heeft geraakt, toen ik zelf wel zoekende was in het geloof, is de opmerking in de psalmen waarin de Heere God zegt: ik weet wat voor maaksel je bent en ik weet dat je stof bent. Dat is eigenlijk zo'n bevrijdende boodschap. Hoewel God weet wie ik ben, en met alles wat daarop aan te merken is, dat hij toch zegt: en jou wil ik mijn genade en mijn liefde geven. Ik hoef me niet eerst op te poetsen. Ik hoef me niet vooruit te werken of naar boven te werken. God weet dat ik stof ben. En hij zegt: zo ben je mij goed. Zo wil ik mijn genade en jou kwijt. Ja, dat is wat mij betreft het hart van het christelijk geloof. Leven met niks van jezelf, maar alles vanuit Christus. En dit zijn wel teksten en gedachten die mijn hele geloofsleven met mij meegaan. Wanneer vind ik geloven in God moeilijk? Dat zijn toch wel die momenten waarop je zelf kunt tobben met bepaalde zaken of verdriet hebt over bepaalde dingen en dat je bidt en je bidt en je bidt
en er lijkt niks te veranderen. En je kunt voor jezelf echt niet bekijken waar dit nou goed voor is. In hoeverre hiermee nou ook de Heere dient of ja, waar dit nou inderdaad ook maar enig nut voor heeft, zo gezegd. Ja, dat is toch wel heel ingewikkeld. Het is vrij eenvoudig vaak om tegen elkaar te zeggen, je moet het overgeven en God weet wat goed voor jou is. Maar er zijn er gewoon ook momenten in het leven, en die zal iedereen herkennen, dat je dat echt niet kunt bekijken. En om dan toch tegen alles in te blijven hopen op God, omdat je zeker weet, hij doet het goede. Ja, dat is ook al wel een strijd en een oefening. Wanneer twijfelde ik voor het laatst aan het bestaan van God? Ik moet heel eerlijk zeggen dat dat wel heel lang geleden is. Dat God er is en dat hij deze wereld in zijn hand heeft en ook mijn persoonlijk leven leidt, daar heb ik mag inmiddels ook de 50 gepasseerd zijn, maar zoveel van mogen zien al in mijn leven, zoveel ontvangen ook vanuit hoger hand, dat dat voor mij gewoon eigenlijk geen twijfel is. Hij is er en ik mag weten dat hij er in Christus ook voor mij is. Dus het laatst getwijfeld aan zijn bestaan. Ik denk dat ik dan echt terug moet misschien naar mijn puberjaren. En dat ik toen misschien wel eens dacht van, ja, slaat dit allemaal wel ergens op. Groot deel van de wereld ziet helemaal niks in Christus. Dus ja, wat is dit? Maar dan moet ik inderdaad heel ver teruggaan. En dat heb ik te danken aan de genade en de bemoeienis van God zelf. Het mooiste moment in mijn leven, ja, ik denk dan aan de geboorte van mijn kinderen. Ik denk aan het trouwen met mijn vrouw, met Jacqueline, waar ik heel lang heel gelukkig mee mag zijn. Als het gaat over het geestelijk leven, dan denk ik terug aan begin jaren 90. Dat was voor mij de periode waarin ik daadwerkelijk tot een overtuigd geloof in de Heer Jezus Christus mocht komen. Waarop ik ook heel zeker mocht weten en mocht vertrouwen dat al mijn zonden waren weggenomen. En de ontspanning, de bevrijding die ik toen voelde en ervoer, die zou ik bijna nog fysiek nu nog kunnen oproepen. En uiteindelijk is dat het meest beslissende moment in mijn leven geweest. Wat leerde u van dat mooie moment? Dat ik altijd bij Christus mag komen. Ik moet spontaan denken aan een bekende uitspraak van een Puritein, John Owen, die een aantal eeuwen geleden leefde. Die zegt, het is mogelijk om elke dag te zondigen en toch elke dag vrede te hebben met God. En dat is de kern. En niet dus om daarmee de zonde maar een klein beetje te relativeren. Nee, die zijn juist ontzettend erg in het licht van zijn grote liefde. Maar het is wel een waarheid, wij vallen voortdurend in de zonde en we vallen onszelf voortdurend tegen. En altijd mogen we weer bij de Heere God aankloppen en hem vragen om vergeving. Wat was het moeilijkste moment in mijn leven? Oh, dat vind ik best een hele ingewikkelde vraag. Want ik moet denken aan kerkelijke kwesties die ik soms heel ingewikkeld vond. Maar ook in de politiek is niet altijd alles even fraai en mooi. Moeilijk vind ik toch wel vooral als je soms echt oprecht probeert ook het goede te doen en om ook eerlijk te zijn, om dan ook wel echt te weten wat je eigen agenda is. Ik hoop niet dat ik het nu te ingewikkeld zeg, maar ik heb ook op mijn werk, wat ik nu mag doen, echt het verlangen om mensen oprecht en transparant tegemoet te treden. Maar soms is het best ingewikkeld om bij jezelf scherp te hebben van ja, wat beweegt jou nou echt? Wat is je werkelijke agenda? Nou, dat vind ik toch altijd best iets ingewikkelds. Je moet me niet te gauw zeggen eigenlijk van, ja, maar ik meen het allemaal goed en ik ben oprecht. Er zit vaak zoveel van jezelf in. En soms is het ook wel heel erg moeilijk om precies te weten wat je verlangt en wat je diepste drijfveren zijn. Dat vind ik nog best een ingewikkelde strijd. Kunt u misschien nog een concreet voorbeeld of een situatie schetsen waarin dat dan moeilijk is? Nou, als ik denk aan een concrete situatie en ik doe dit spontaan. Maar dat was toen ik eigenlijk ook afscheid nam van iemand op het werk. We hadden eigenlijk met elkaar geconstateerd van ja, dit gaat niet helemaal goed werken op deze manier.
En dat ik hoorde mezelf praten van, ik ga jou helpen, ik ben echt ook gericht op jouw welzijn. Heb ik ook gedaan, ik heb die betreffende persoon ook geholpen om ander werk te vinden, et cetera. En toch heb ik mezelf ook steeds wel de vraag gesteld, ja, ben je nou echt gericht op het welzijn van die andere persoon? Wil je echt ook tot het uiterste gaan om te helpen aan een betere functie ergens? Of ben je gewoon eigenlijk heel blij dat die vertrekt? Nou, dat zijn best, nou, als je nou eerlijk wil zijn voor jezelf, dat valt soms niet eens altijd mee, vind ik. Ik leer daarvan, en dat is eigenlijk een oefening die je elke dag moet meenemen, met wie je ook te maken krijgt en hoe diegene ook bij jou binnenkomt, verplaats je in zijn positie. Hoe zou jij willen, als jij die andere persoon was, dat ik dan met hem zou omgaan? Dat is een, ja, ik probeer dat echt mee te nemen, ook in mijn werk. Doe voor die ander zoals je heel graag zou zien dat hij voor jou doet, als jij hem nodig hebt. Mijn grootste angst, ja, dat denk ik toch heel direct aan ja, dat je je kind zou verliezen of iets dergelijks, of je vrouw. Ja, dat zijn dingen waar ik niet aan moet denken. Ik ben heel erg op mijn gezin, op mijn vrouw en op mijn kinderen. En ik merk dat ik het soms ook heel lastig vind om los te laten. Ze groeien op. En heb ik het idee, oh, ik heb het niet helemaal meer in controle. Ik kan ze niet bewaren en beschermen meer helemaal voor gevaren of voor misschien verkeerde beslissingen. Dat kan mij soms best een beetje zenuwachtig maken. Ik moet hier ook leren dat overgave aan God ook met zich meebrengt. Dat het allerliefste wat ik bezit, mijn kinderen, mijn vrouw, mijn gezin, dat ik dat ook laat in de handen van God en dat het daar goed is. En dat God ook wel eens dingen kan doen die ik niet kan begrijpen, maar die in het licht van de eeuwigheid wel goed zijn. Als ik 1 minuut spreektijd in de kamer zou krijgen om van mijn geloof te getuigen. Nou ja, die minuten heb ik heel geregeld gehad. Althans, in die zin niet zozeer om van mijn eigen geloof te getuigen. Daar is, vind ik, helemaal niet zo'n mooi verhaal verder van te maken. Ik wil mensen liever verwijzen naar het goede woord van de Heere God en naar zijn leefregels en naar de genade die in Christus te vinden is. Maar als ik dat daar iemand zou zeggen, ja, dan zou ik toch het liefst uit mijn hart willen zeggen dat ik ook niet op mijn achterhoofd ben gevallen. Dus dat ik alle rationale argumenten tegen het christelijk geloof ook prima kan invoelen. Maar dat ik desalniettemin weet, zeker dan dat ik daar sta op dat ogenblik, dat de Heere God er is, dat Hij goed is en dat Hij het waard is om Hem te dienen. En ja, dat zou ik iedereen van harte aanbevelen. Wanneer ervaar ik Gods aanwezigheid vooral, ja, toch, als ik heel eerlijk ben, toch best heel vaak. Ik draai al best een poosje mee ook in de Eerste Kamer. Ik heb al heel wat kamerdebatten achter de rug. Nu ben je volop bezig met campagneactiviteiten. Daar heb ik allemaal best veel ervaring mee. En tegelijkertijd, ik vind het ook nog altijd spannend om daar achter dat spreekstoel te staan. En zeker als het gaat over thema's die heel gevoelig liggen. Thema's die raken aan seksualiteit of aan het huwelijk of aan abortus. Noem maar op als het ware. Ja, je bidt altijd van tevoren, oh God, geef alsjeblieft de juiste woorden. En van tevoren kun je best zenuwachtig om maken van, oh, als ik me niet onderuit ga, als ik de boodschap me niet beschadig. Maar God heeft mij zo vaak er doorheen geholpen en toch ook de woorden gegeven op het juiste moment. Ja, dat is pure genade. Ook het dagelijks werk wat je mag doen. Daar heb ik heel vaak de nabijheid van God mogen ervaren. En dan ervaar je, Hij is erbij. En al kan ik het soms allemaal niet bekijken, Hij ondersteunt mij. Mijn boodschap voor christenen die het vertrouwen in de politiek zijn kwijtgeraakt, is eigenlijk het volgende. Ik kan me best voorstellen dat je heel vaak teleurgesteld bent in alles wat de politiek en wat de overheid klaarmaakt. Zeker als we zien hoe onze overheid ons in een aantal opzichten ook alleen maar verder wegvoert van de Heere God en van zijn woord. Tegelijkertijd is het wel goed om te beseffen wat ook Calvijn zegt. Als u een slechte overheid heeft en als hij u niet ten goede is, ja, bedenk dan maar dat God die waarschijnlijk heeft gegeven vanwege uw zonde. En dat vind ik toch wel een wijze raad. Daar begint het wel. Wij zijn in ieder geval niet beter dan die overheid. En die overheid, wat wij er ook van vinden, het blijft dienares van God.
Dus blijf bidden voor die overheid, ook voor die overheidspersonen. En dat bepaalt ook wel de manier waarop wij over hen spreken. En bid vooral God om een herstel van onze overheid. En ook voor herstel van onze samenleving. En dan weten wij ook, dan hoeven we dus niet alleen maar naar Den Haag te kijken. Het herstel van onze overheid, dat begint bij herstel van onze samenleving. En herstel van de samenleving, dat begint bij herstel van de kerken. Daar zijn we om verlegen, om een bijbelgetrouwe prediking. En dat zo mensen in beweging worden gezet. En dan kom je ook meteen bij de laatste stap. Waar begint het allemaal? Uiteindelijk begint het bij persoonlijke bekering. En dat zal dan zijn doorwerking ook naar het publieke leven wel hebben. Wat zou ik op een billboard boven de snelweg willen zetten? Dan zou ik er vandaag de dag op zetten: God is heilig. En waarom zeg ik dat? Omdat ik dat wel eens zie als een aspect waar we misschien ook in christelijke kring wel eens iets dreigen te verliezen. God is liefde en God is goed. En daar ben ik van harte mee eens. Daar heb ik net ook het nodige van gezegd. Maar God is allereerst heilig. En ten over hem zijn we maar hele kleine mensjes. En dat besef ook van ontzag voor hem, voor deze God, aan wie wij ook ooit verantwoording moeten afleggen over ons doen en laten in dit leven. Ik zou dat wel heel graag ook voor het voetlicht aan willen brengen. Mijn boodschap voor jongeren zou zijn: je kunt nooit te vroeg naar Jezus gaan. Dat moment is altijd nu. Je bent nu onvoorwaardelijk bij hem welkom. Laat je vallen in zijn handen. Dat is het beste wat je kan overkomen. En dan, dat zul je ontdekken, dan zal je roeping voor het leven van elke dag vanzelf wel volgen. Dan zal God ook wel bekendmaken en deuren openen of juist sluiten die jouw toekomst bepalen. Dus zie op Christus en doe dat nu. Als het gaat om een boodschap voor christenen in het licht van de eenheid, dat is een ontzettend groot goed. De kerkelijke verdeeldheid die er is in ons land is beschamend. Ook naar buiten toe, ja, dat doet gewoon afbreuk aan onze boodschap. Het is ook ronduit zonde. Tegelijkertijd weten we ook wel, een eenheid forceren heeft geen zin. Laten we dus in ieder geval op een nette manier met elkaar omgaan. Vooral ook kijken wat ons verbindt. En daarbij ook gewoon wel heerlijk, eerlijk ook de grens in acht nemen. Eenheid zal nooit gaan buiten gehoorzaamheid aan het woord van God. Niet onze gevoelens en emoties zijn leidend. Nee, het woord van God is leidend. En in het hart van dat woord staat dan het kruis van Christus. Dat wijst aan de ene kant op onze zonde en dat wijst aan de andere kant op die overvloedige genade die bij Christus te vinden is. Ja, en iedereen die voor die boodschap valt, ja, met al diegenen wil ik heel graag een eenheid koesteren en die bevorderen. Sprak dit gesprekje aan, dan zou ik je adviseren om je te abonneren op het YouTube-kanaal van Zee Vandaag. En dat kun je krijgen door premium lid te worden van Zee Vandaag. Ik ben dat al heel lang en ik vind het uitermate informatief om elke dag op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen in christelijk Nederland.